Goedenavond, boekenliefhebbers, voor weer een aflevering van Storyland TV, jouw boekenmagazine op Facebook. Vandaag praat Justine de Jonker met Ron Langenus over zijn boek De Ierse Heks. Fantasy of non-fictie, je hoort het zo meteen. Chris Kaulier heeft een speciale gast meegebracht. Hij praat met Frank Polet over zijn boek en dat heeft iets te maken met ezels, denk ik. We hebben een interview gehad met Mark Perneel over wat allemaal in Schoten gebeurt. En natuurlijk hebben we ook een boektrailer van de week. Maar blijf vooral kijken, want ik heb op het einde nog een belangrijke mededeling te doen. Dit is een live uitzending, dus vragen aan onze gasten kan je stellen in de comments. En dan probeer ik ze nog door te spelen. En steek vandaag ook massaal een duimpje op. Ons leuk vinden is de boodschap. Goed, klaar. We zijn er klaar voor. We gaan er vertrekken. We halen Justine erbij. Hey. Hey, dag Justine. Alles goed met jou? Alles in orde, dankjewel. Het was een prachtige dag vandaag, dus was plezant. Je kan je bezighouden. Zeker en vast, zeker en vast. Oké, geweldig. Vandaag heb je een gesprek met Ron Langenus. Voilà. Even kijken, Ron. Hallo, Ron Langenus. Ja. We gaan het gesprek aan jullie overlaten. En ik zie jullie straks nog wel terug. Tot straks. Okay. Super, tot straks. Dag Ron. Dag Justine. Moet zien dat ik dat juist zie, want ik ken je niet. Je zegt het juist. Ik ga jou ietsje luider zetten, Ron, want ik heb de indruk dat ik jou niet supergoed hoor. We gaan eens zien als dat helpt. Voilà, zie. Ziezo. Ron, ik ben heel blij dat je erbij bent vanavond. En zoals steeds, zoals iedere week, vlieg ik gewoon met de deur in huis en stel ik de eerste vraag. Wie is Ron Langenus? Ah, Ron Langenus. Ja, dat ben ik zelf. Zover waren we. Ja, ik ben vader en grootvader. En mm-hmm. Ik was leraar wiskunde. Okay. En sinds 1986 ben ik schrijver. Van ondertussen ongeveer 30 boeken. Op een bepaald moment stop je met tellen, hè, maar zoiets moet het zeker zijn. En als laatste boek, De Ierse Heks. En waren dat allemaal jeugdboeken om? Of zit er wel wat van jou? Ja, ik denk dat veel schrijvers hebben een hekel aan het alleen bestempeld worden als jeugdschrijver. Mm-hmm. Niet dat dat een belediging is. Integendeel, als je voor jeugd schrijft, is dat meestal, dan moet je zodanig goed schrijven dat het heel begrijpbaar is. En dan moet je, enfin, dat moet je niet, maar dan... Het is een verdienste, vind ik, om een heldere, eenvoudige taal te gebruiken. Die voor iedereen, daarvoor moet je niet jong zijn, ook voor om te even welke leeftijd, dat je begrijpt wat er staat en dat je meegenomen wordt in het verhaal, zonder dat er te ingewikkelde metaforen of te veel ingewikkelde woorden gebruikt worden. Mm-hmm. Het is een bewijs dat je weet waarover het gaat, als je het kan uitleggen in eenvoudige bewoordingen. Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat mijn laatste uitleg eenvoudig genoeg was. Ja, ik begreep het alles. Wat ik bedoel. Ik heb eigenlijk, in 1986 is mijn dochter geboren. En ik heb eigenlijk heel wat jaartjes meegeschreven met de leeftijd van mijn kinderen. Mijn zoon is in 89 geboren. Mm-hmm. En ja, die werden ouder, zoals dat gaat met kinderen. Als je voldoende voedsel en liefde voorziet. En zo... Ik dus eigenlijk die 30 boeken, die variëren in categorie van prentenboeken voor de allerjongste tot en met een aantal reisboeken met reisverhalen voor volwassenen. Ja. En ja, nu ben ik grootvader en ik ga niet helemaal terug herbeginnen vanaf de prinsse leeftijd. Maar er is nieuw leven om boeken aan op te dragen en... Ik denk dat elke schrijver toch hoopt om met zijn boeken de wereld een beetje te beïnvloeden en een beetje mooier te maken. En met één kleinkind en binnenkort twee kleinkinderen voel je daar zelf een grote behoefte aan, denk ik. Schrijver is ook is gezegend misschien met fantasie, maar ook een beetje vervloekt. Want ja, je stelt je voor wat er allemaal fout kan gaan in die wereld en je wil die
waarschuwen van, verdorie, mijn kleinkinderen komen eraan. Gedraag u een beetje. En zorg dat het een goede plaats is voor hen om in te leven. En voor iedereen. Als het... Ja, het boek heet De Ierse Heks. Jouw laatste boek. Wat heb je met Ierland? Wat heb ik met Ierland? Ik ben tussen de 50 en 60 keer naar Ierland geweest. De voorbije jaren. Waarbij eigenlijk research het ideale excuus is. Hè. Andere mensen gaan op reis voor plezier, voor Guinness en allerlei uitspattingen die veel geld kosten. Maar ik ga researchen. Hè. Het is zeer ernstig allemaal. Dat is begonnen in 1980. En van zodra ik daar was, ik voelde mij enorm thuis in Ierland, in het Ierse landschap. Zowel de Atlantische kust als de bossen van Wicklow, als helemaal in het noorden, de Giant's Causeway. En na een aantal jaren merkte ik, oké, ik heb al de places to be volgens de reisbureaus en de reisboeken gedaan, maar er zijn dan nog duizenden andere, veel minder bekende plaatsen waar dat je naartoe kunt gaan en dan eerst moet vragen aan de eigenaar of je op zijn land mag om een bepaalde ruïne te zien, een bepaalde dolmen te zien staan, de stenen enzovoorts. Je maakt ook vrienden en voor je het weet zijn er andere mensen die jou de Ierland-specialist noemen. Dat ga ik nooit zelf doen. Nu, mijn liefde voor Ierland is niet specifiek voor Ierland, is eigenlijk altijd geweest voor iets grondig kennen. Dus als ik nu naar IJsland geweest was, maar dat ging veel duurder zijn allicht, want ik ben begonnen in de Ryanair-tijd vanuit Charleroi, dat je voor een prikje. Hè. Maar ik kan moeilijk zeggen na 2 of 3 keer, goh, ik heb het nu wel gezien, of nu ga ik er iets over schrijven. Ja. Ik wil het beter weten, ik wil het grondiger kennen. En ja, dat houdt natuurlijk nooit op. En je hebt maar één leven, maar goed... Ik kan het toch niet laten om een boek zoals De Ierse Heks te schrijven. Ja, dat gaat niet als je zomaar eventjes in Ierland geweest bent en een paar boekjes over gelezen hebt. Dat gaat beter als je 50, 60 keer geweest bent en met veel mensen gepraat hebt. En het huis, wat er nog staat, het gedeelte dat er nog staat van het onderwerp van het boek, als je dat bezocht hebt en als je daar met de mensen gepraat hebt en als je gemerkt hebt wat een impact dat zij nog steeds heeft in de omgeving enzovoort, dan gaat dat wel beter. Maar ik heb dus in de eerste plaats een liefde voor iets grondig kennen, iets grondig weten. En dat is dan hier, via een aantal toevalligheden, bij mij, bij Ierland begonnen. En ja, dat is nooit opgehouden. Oké. Mijn dochter heeft het ook te pakken. En mijn kleindochter, ja, dat wordt spannend afwachten. Hè. Tijd brengt raad. Ja, dus ik zei het al, de titel, De Ierse Heks. Wanneer ik die titel hoor, dan denk ik automatisch, en ik denk toch wel vele kijkers onder ons, heksen, draken, noem maar op, tovenaars. Is het een fantasyboek of totaal niet? Nee, totaal niet. Heks heeft een connotatie hè, die vaak negatief is. Een lelijke toverkol die gemene dingen doet, die handje wil opeten enzovoort. Heks vind ik eerder een eretitel, een heks, zoals we hier in Battle ook een hebben. Ze zijn vaak intelligente vrouwen, kruidengenezers, vrouwen waar de kerk heel moeilijk mee om kan gaan, waar, zoals nog vandaag de dag het geval is, hè, waar veel mannen ook niet mee om kunnen gaan. Een intelligent iemand, een ambitieus iemand, iemand met veel kennis, daar hebben ze dan moeite mee. En zo moet je ook Biddy Earley zien. Het is een historische figuur. En zij kan helemaal niet toveren. En ze heeft geen toverketel enzovoort. Ze heeft wel... ze had een grote kennis van natuurgeneeskunde. Maar goed, dat is, ondertussen weten we ook wel hè, dat er in de natuur heel wat genezing te vinden is zonder daarom te gaan zweven en zo verder. Dus zij was in een periode... Dat zeker, het boek bestrijkt zowat de hele 19e eeuw in Ierland. Dan heb je voor een groot gedeelte een arme bevolking, de oorspronkelijke arme bevolking, en dan de veel rijkere kolonisators, de Engelsen in dit geval. Mensen hebben weinig,
En als ze ziek worden, kunnen ze zeker geen dokter veroorloven. Er waren ook geen veeartsen in Ierland. Als er dan iemand is die kennis heeft om toch bepaalde ziektes te genezen of bepaalde pijn te verlichten en ook soms dieren te genezen, dan is dat een heel belangrijk iemand. Mm-hmm. Het gaat dus over Biddy Earley, een historisch personage, maar zeker geen sprookjestoverheks en ook geen fantasy. Heks, ze hoort niet thuis in Game of Thrones en zo verder. Ze hoort eigenlijk thuis in een rij van belangrijke mensen. Hè, zonder ja. over mannen en vrouwen te spreken, een rij van belangrijke mensen en iemand die enorm veel gedaan heeft voor de arme bevolking van Ierland. Ja, en dat ging eigenlijk mijn volgende vraag zijn rond van beschrijf eens eventjes kort jouw hoofdpersonage, maar ik denk ondertussen dat we al het een en het ander weten over Biddy Earley, he, toch? Ja, ja, je hebt toch al wat geschetst, hè? Maar het hoofd, zij is eigenlijk, ze is in een uitzonderlijke situatie omdat zij een enig kind is, terwijl mm-hmm. om haar heen zijn er heel grote gezinnen. Ja. Haar leven, zoals heel vaak, de werkelijkheid overtreft de fantasie en er overkomen haar ook wel heel erge dingen. Ze verliest haar ouders heel vroeg, mm-hmm. wordt geconfronteerd met ziektes, zoals wij hè, vandaag ook geconfronteerd worden met een behoorlijk gevaarlijke ziekte en verspreider van een ziekte. Zij verliest op dramatische wijze haar huis, zoals toen heel veel mensen hun huis verlieten. Mm-hmm. Zij gaat als mooi meisje, dat was historisch ook echt een mooie jonge dame, en ook een mooie oude dame trouwens, gaat zij alleen op pad met alle gevaren van die natuurlijk. Mm-hmm. En de belevenissen die er in allerlei bronnen te vinden zijn, die heb ik dan gecombineerd en bij elkaar gebracht. Er is ook nog een raamvertelling omheen van mensen die betrokken zijn bij haar laatste dagen. Ja. Dat leven dat is fantastisch genoeg geweest, vaak heel triest geweest, maar zij was ook heel humoristisch. Zij was quick mind. En bijna alle Ieren, niet alle Ieren, maar heel veel Ieren zijn woordkunstenaars. Dat is een van de manieren waarop ze wraak hebben genomen op Engeland. Voor zover wraak iets goed is, dat is dat zij de Engelse taal veel beter beheersen. Ja. De Engelsen het Engels, en dat komt doordat zij hun Iers, dat veel meer woorden heeft dan het Engels. Bijvoorbeeld, ja, voor regen zijn er al meer dan 50 woorden. Wat dat niet iedereen graag zal horen die op zomervakantie naar Ierland gaat. Maar goed, het is wel zo. En zij is dus echt ja, een enorme figuur geweest. En gelukkig is op het einde van de 19e eeuw is er een kentering gekomen. Zijn eigenlijk sommige rijkere Anglo-Ieren, ja, je hebt zo mengvormen tussen Iers en Engels, zijn verhalen verzamelen, volksverhalen verzamelen en zo is er een belangrijk persoon geweest, Lady Augusta Gregory, voor de specialisten, die heel veel info over Biddy Earley heeft verzameld. En de Nobelprijswinnaar William Butler Yeats heeft haar dan bestempeld als one of the wisest women in Ireland. En dat is eigenlijk wat ze eerder is. Dus ze noemde die mensen niet heksen, ze noemde die wise women. Ja, oké. Okay. Wat is jouw Tromclair, wijze hoofdpersonage heeft echt bestaan? Absoluut. Voilà. Voilà. En heb je eigenlijk met jouw boek, Ron, een ode willen brengen aan alle Ierse vrouwen? Of toch wel specifiek aan jouw hoofdpersonage? Nee, sowieso aan alle vrouwen. Want ik denk... Alleen ik vrees, ik voel mij soms schuldig zonder dat ik mij schuldig zou moeten voelen. Bijvoorbeeld, ik voel mij schuldig voor het koloniaal verleden van België, bijvoorbeeld. Als Belg zijnde, daar klopt iets niet. Hè. Ons koloniaal verleden, daar zit een zekere schuld. Persoonlijk zou ik dat niet moeten voelen. Ik was er niet bij enzovoorts, maar toch voel ik dat. En ik voel dat ook zo ergens ten opzichte van alle vrouwen. Want nog steeds, er wordt wel veel gepraat en er gebeurt ook wel heel wat over gelijk loon voor gelijk werk, zeg maar iets. We hebben nu al de affaire gehad met Harvey Weinstein, maar die gebeurt ook in bedrijven en dat gebeurt ook binnen scholen en dat gebeurt ook via de turnwereld enzovoorts enzovoorts. Dus het is in de eerste plaats
een boek geschreven uit respect voor de persoon die zij was en de moeilijkheden die zij ondervonden heeft ten gevolge van het feit dat ze verstandig was, dat ze een kruidenvrouw was, dat ze een alleenstaande vrouw was. Dat heeft daar allerlei problemen op geleverd. En dat is nog steeds over heel de wereld ondervinden veel vrouwen dat nog steeds. Nu ben ik over iets aan het spreken dat jij allicht beter weet dan ik, maar goed. En daarvoor heb ik het ook geschreven. Er zijn veel redenen. Hè. Ten eerste vind ik, het boek moet een vlot lezend verhaal zijn. Je moet in dat verhaal kunnen meegezogen worden. Je moet daar ter plaatse geraken in dat boek, in Ierland in de 19e eeuw. Maar dan zijn er nog allerlei andere redenen. Maar het is respect voor iemand zoals Biddy Earley. En het is eigenlijk, als je op het einde van het boek Heks beschouwt als een eretitel, of als een geuzenaam voor mij part, dan is het al geslaagd. Maar als je het alleen maar een vlot lezend verhaal gevonden hebt, en een heel spannend verhaal, en vaak ook een heel humoristisch verhaal, ook allemaal oké. Okay, ja. Voor welke leeftijd is jouw boek? Wat zeg je? Voor welke leeftijd is jouw boek? Ik denk, want dat is ook iets moeilijk, hè? Als je herinnert, Mathilda van Roald Dahl, die kon al Dostoevsky lezen in de lagere school. Maar ik denk niet dat dat algemeen zo is. Ik denk dat je het kan lezen, dat je toch zeker 14, 15 jaar moet zijn. Dus ik denk aan de laatste 3 jaar van de humaniora. Maar ik denk ook dat sowieso elke volwassene die geïnteresseerd is in Ierland of in andere zaken verwant met het boek, dat die dan met plezier. En alleen ik denk ook dat er heel veel mensen uitkijken naar zo'n boek. Het moet alleen bij hen bekend geraken dat het bestaat. Ja. Allee, ik schrijf soms een boek waarvan ik denk, goh, ik zou graag dat boek lezen, maar dat bestaat niet. Bon, ik zal dat maar schrijven. En dat is hier zeker het geval. Er bestaan ook in Ierland maar een paar kleine uitgaafjes, enfin, kleine werkjes over Biddy Earley. Er bestond nog niet. Dat is natuurlijk ook een ambitie die groot lijkt soms, maar in het verleden is het toch een paar keer gelukt om dat boek in Ierland gepubliceerd te krijgen. Maar bon, zover zijn we nog heel lang. Maar het komt eigenlijk op neer. Het is een boek dat ik heel graag wou lezen, maar omdat het niet bestond, heb ik het dan maar geschreven. Oké. Okay. Ron, ik heb nog één vraagje staan hier voor jou. En dat gaat over het cover design. Ik heb het hier ook bij mij liggen in het boek. Kan je daar misschien een woordje uitleg over geven, over het design? Ja, dat is behoorlijk straf, vind ik. Omdat je hebt een heleboel elementen. Je ziet aan haar rechterkant, voor onze linkerkant, aan haar rechterkant zie je eigenlijk haar ouderlijk huis. Dat door het feit dat ze de huur niet meer kunnen betalen, dat zal op een ochtend, want ze kwamen altijd vroeg in de ochtend, zal dat door een bende van de landlord, de eigenaar van een heleboel land en al die hutjes, zal dat vernietigd worden. Okay. Maar op dat ogenblik is ze eigenlijk haar gestorven vader aan het bewenen. Ze is daar samen met een oude vrouw. En totaal onverwacht komen ze dus die hut slopen. Mm-hmm. En dan merken die kerels die daar verantwoordelijk voor zijn, merken ze dat daar een lijk ligt. En omdat ze denken, oei, was die nu al dood of niet dood? En welke problemen gaan we hiervan krijgen? Steken ze de zaak in brand. Okay. Je ziet dus ook enorm veel vuur, brand. Ja. Erop rechts zie je een kasteel. Uh-huh. Dat is eigenlijk later in het boek, zal niet door Biddy Earley, maar wel door haar toedoen. Dus Biddy Earley is geen heilige. Zal blijken in het boek onder andere dat ze toch behoorlijk medeplichtig is aan een overval. Ook al is ze er niet bij, maar het is wel familie van haar die betrokken is en ze helpt die ook ontsnappen naar Amerika in dit geval. Zal het huis van de landlord, dat zal ook afbranden. Dus dat is het vuur dat je ook rechts ziet. Strafste vind ik aan de cover, vind ik de ogen van de jonge dame die je ziet. Dat is eigenlijk de samenvatting van alles wat ik hier verteld heb en dat is de samenvatting van het hele boek. Dat is eigenlijk I will not back down. Ik zal niet plooien en niet breken. Ook al zijn er enorme machtige
heren in dit geval, de pastoor, de landlord, de Engelse politici, noem maar op, die allemaal willen dat wij hier volgens een bepaalde manier gaan leven, dat ga ik niet doen. Ook al bezorgt mij dat heel veel problemen. Nu, zij heeft ook in haar leven een hele vriendenschare opgebouwd en heel veel dankbare mensen bestaan er ook. Dus en op het einde, na haar overlijden, gaat het boek nog verder en dan blijkt ook dat ze op heel veel vrienden kan rekenen. En eigenlijk dat ze de... Ik ga nu niet vertellen hoe, maar dat ze eigenlijk de machtige katholieke kerk en de landlords nog allemaal beetneemt door de manier dat ze haar eigen begrafenis geregeld heeft. Maar bon. Oké, super. Dat kan ik niet gratis vertellen. Daarvoor moet een boek gekocht worden. Voilà, dankjewel Ron. En ik zie dat Joris er ook bijgekomen is. Ja, we zijn een beetje aan het uitlopen met ons gesprek hier. En ik wou eigenlijk nog snel even zeggen dat het boek... En Ron, het boek begint eigenlijk met een jongen die wordt... die door zijn vader eigenlijk wordt beschuldigd van alles. Wat gebeurt daarmee? Maar het is eigenlijk wel een belangrijk personage in het boek. Ja, dus in het begin van het verhaal... je had niet alleen Engelsen en Ieren, je had ook middelmen. Dus de vader van die jongen is een Ier, maar die pacht zelf een groot stuk land van een landlord en pacht dat dan onder naar een heleboel stukjes, naar een heleboel arme Ierse boeren. Dus die is eigenlijk niet graag gezien door de... Ja. Maar het gaat over die jongen en die jongen uiteindelijk... Die heeft eigenlijk een vriendschap opgebouwd met een Iers sprekende... meid, iemand die helpt op de boerderij. En niet dat zij verkering hebben en stoute dingen doen in de schuur. Nee, zij is bezig met hem Ierse woorden te leren. Ja. Maar die vader betrapt hem daarop en blijkbaar triggert dat iets bij hem. Waarom? Ja. Dat kom je te weten in het boek. Die vader wordt heel vreemd, verschrikkelijk boos. Ja, verschrikkelijk maar uiteindelijk speelt die jongen, want die gaat dan... die verlaat dan de woning en die gaat blijkbaar naar Biddy Early en... die komt daar terecht. En de jongen heeft eigenlijk wel een belangrijke rol, omdat hij het levensverhaal van Biddy Early opschrijft. Zo is dat, ja. Goed. Hij weet zelf niet goed waarom hij daar naartoe gaat. Hij heeft wel van haar gehoord, maar eigenlijk de clichés, die dat dan niet blijkt te kloppen. Maar hij is wel in staat om te schrijven en Biddy Early, die stervende is, zal hem haar levensverhaal vertellen. Oké. Okay. Ron, fantastisch dat je erbij was. We gaan hier afsluiten. Fantastisch dat je erbij was. Toch nog even zeggen, dus het boek De Ierse Heks is een prachtig boek. Het is geen fantasyboek. Het is een boek voor young adults, voor iedereen. Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan het lezen. Ik heb er zelf heel veel plezier aan gehad. Trouwens ook. Justine, heeft jouw vader het al gelezen? Nog niet. Papa, zeg, al die boeken, hij moest stel ik het aan. Ja, ik kan het aannemen. Goed. maar het is een schitterend boek. Het is echt een schitterend boek. En het leest vlot weg. Het is een boek waarbij je eigenlijk in de zetel kruipt. En vlot kunt over jou laten komen. En genieten van wat er allemaal gebeurt. Er gebeuren eigenlijk ook wel heel... frappante dingen, pijnlijke dingen zelfs in het boek. Maar je moet het lezen, absoluut. Ron, fantastisch bedankt dat je erbij was. We zien jou graag op een volgende keer terug. En ik ga jou er even uitlaten. Ook van mijn kant, dankjewel Ron. Ja. Groetjes. Goedenavond. Justine, we zien jou volgende week terug. Het is een beetje uitgelopen, jammer genoeg, maar het is zo. En het was leuk en interessant, sowieso. Volgende week heb je eigenlijk nog een hele, en dat wil ik toch nog wel even aankondigen. Volgende week heb je een gesprek met, ik denk dat je moet uitspreken, Julian, als ik het goed voor heb. Julian heeft een Spaanse moeder, maar die jongen is 11 jaar. En die heeft een prachtig boek geschreven, Kaida. Prachtig boek heeft hij geschreven. Maar jong talent. We gaan er niet te veel over uitweiden. We zien die morgen. Volgende week zien we die sowieso. En dan zien we jou graag volgende week terug. Tot dan. Dag. Groetjes. Dag. Voilà. Dat is een beetje uitgelopen. En hoog tijd om daar dan met Chris Kaulier. Dag Chris. Hallo.
Alles goed met jou? Joris, jouw jeugdig enthousiasme is aanstekelijk. Ah, fantastisch, man. Maar ik vind dat zo geweldig van allemaal goede boeken te lezen. En echt effectief, De Ierse Heks is een geweldig boek. Ik heb daarvan genoten. Het speelt in tijdens de Engelse bezetting, maar mensen moeten het lezen, absoluut. En Ron is een... sorry hoor dat je een onderbreekt. Ron is niet aan zijn proefstuk toe. Hè. Ron heeft al een aantal echt goede knallers geschreven. Ja. Maar dan merk je wel. Een woordje was mij zeer goed opgevallen in het interview, namelijk het woordje achtergrond, wat hij gebruikte. En dat is ook altijd in zijn verhalen heel stevig. De context, de achtergrond, de historische situatie... Knappe schrijver. Je moet dat boek lezen. Als je het binnenkrijgt, moet je het lezen. Want het is echt een schitterend boek. Goed, maar daar zijn we, daar ben je niet voor hier. Je bent hier voor... je hebt iemand uitgenodigd. Je hebt een speciale gast uitgenodigd. Ik ga hem erbij halen. En dat is Frank Polet. Goedenavond, Frank. Hallo, goedenavond. Hallo. En je hebt iets met ezels, Frank? Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, oké. Okay. Dus proberen zelf één te zijn, dat is een grote ambitie van mij. Dat moet je niet zeggen. Wel, dat... eigenlijk wel. Laat de anderen dat maar denken, maar dat moet je zelf niet zeggen. Goed, Frank. Ik ga, en Chris, ik ga het gesprek aan jullie overlaten. Smet ik. Fantastisch. Hoi Frank. Ik ga eventjes kort duiden, Frank. Ik was vorige week was ik eigenlijk heel erg kwaad geworden in de auto. Ik hoorde een interview met onze minister Benjamin Dalle, minister van Jeugd, op Radio 1, 's morgens vroeg. En die zei letterlijk, ze hebben de kinderen alle leuke dingen ontnomen door dat jaar corona. Ik begrijp dat het voor kinderen een heel moeilijk jaar was. Maar toen dacht ik van, man toch, jij lult gewoon uit jouw nek. Dat is niet waar. Je hebt honderden, duizenden leuke dingen en kinderen en jeugdboeken. En toen dacht ik van, weet je wat ik doe? Tijdens de 5 minuten die ik krijg op Storyline TV, ik nodig een heel speciale auteur uit, een meester in situatiehumor. Ik ken jouw boeken van zoals Burenboel, Opa Stop. Ik vind jouw hieroglyf een verzenbundel met grappige verzen ook vaak. Jij bent voor mij zowat een cartoonist met woorden. Een cartoonist tekent met een paar potloodlijnen een grappige situatie waar je eventjes moet over nadenken. Wat vind jij van die vergelijking? Wat vind je daar zelf van nu? Ik zou daar nooit op gekomen zijn, maar ik vind het wel een leuk idee. Cartoonisten proberen inderdaad veel te zeggen met weinig pennen trekken en weinig woorden. Ik kan inderdaad wel bezig zijn met hele concrete situaties en die proberen zo heel losweg weer te geven, waardoor er toch, denk ik, hoop ik dan, iets ontstaat, vooral humor eigenlijk. Ik probeer, en dat is een cliché van het zuiverste water, maar ik probeer altijd de boeken te schrijven die ik ooit als kind had willen lezen, maar die er toen nog niet waren. En een van de dingen die ik altijd fijn vind in boeken, naast spanning en een beetje romantiek en een beetje stoute dingen, is toch altijd de humor, de situatiehumor, de taalhumor ook. Ik ben er ook wel erg mee bezig. Maar situatiehumor, ja, dat is voor gasten van 11 jaar. En ik weet dat, want ik ben in mijn hoofd ook 11 jaar. Dat is voor die gasten lachen, gieren, brullen geblazen. Hè? En in deze tijden is dat inderdaad wel nuttig. En laat Dallen maar brallen. Hè, voor mij. heeft gewoon ongelijk en wij weten dat. Ja. Ik wil het eigenlijk vandaag over dit boek ook eventjes hebben. Want een ezel is een voorbeeldig mens. Een boek van Frank Polet. Jou gekend, hè? Ja. En eigenlijk is dit ook een boek waar kinderen in een moeilijkere situatie zitten. Een gezin wordt nieuw samengesteld. En kan je een korte inhoud vertellen over dit boek? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Je hebt een vrouw, ze is daarbovenaan, hè, Lena, een moeder van 2 kinderen. Ze heeft een zeer ongelukkig huwelijk en dat loopt spaak. Dus ze is gescheiden.
Dan is er onderaan Alberic, dat is een man die heel erg gek was van zijn vrouw, een Italiaanse vrouw, en die is jammer genoeg door ziekte overleden. En hij blijft achter met 3 kinderen. En door een of ander toeval, dat weten we niet, dat staat buiten het boek, hebben die 2, die vrouw en die man, elkaar ontmoet en die zien elkaar echt wel zitten. Alleen proberen ze die kinderen daar ook bij te betrekken bij hun relatie. En op een bepaald moment zeggen ze van oké, nu gaan wij elkaar ontmoeten. Ze proberen dat op hele aangename manieren te doen. Hè, door naar een zwembad te trekken met z'n allen, door naar een ijssalon te trekken met z'n allen. Maar die kinderen hebben het begrepen, we gaan dat niet doen. Hè. We zien dat niet zitten. De 3 kinderen van Albrecht zien het niet zitten dat er plots 2 halve zussen op en af komen en dat ze kamers moeten delen en weet ik veel wat allemaal. En omgekeerd is dat ook zo. En eigenlijk is heel het boek één grote sabotagepoging van de kinderen om die 2 ouders niet met elkaar te laten overeenkomen. Ze hebben een gemeenschappelijk doel, al zien ze elkaar niet, of hebben ze elkaar al heel lang niet gezien, en ze hebben toch een gemeenschappelijk doel, maar ze zien elkaar ook niet zitten. He, dus ze willen elkaar eigenlijk helemaal niet ontmoeten. En dat leidt tot hele hilarische situaties eigenlijk. Kun je eens kort 1 zo'n situatie eens vertellen? Ja, een van de dochters van Lena... Zit in het tweede middelbaar, denk ik. En op een bepaald moment zegt Lena, ze probeert een beetje reclame te maken voor de kinderen van Alberic. Want het is een zachte man en hij heeft fijne kinderen. En jullie gaan die echt wel heel fijn vinden. En weet je wat? We gaan zaterdag gaan we zwemmen. En ze gaan naar een soort centerparks-achtig iets, zo'n subtropisch zwembad. En ze gaan zwemmen. Maar die zusjes van de mama spreken af van... Dat gaat niet door. Hè. We gaan er alles aan doen om niet naar het zwembad te moeten. En ze verzinnen allerlei excuses. En op een bepaald moment zegt de mama van... Ja, en we gaan volgende week zaterdag naar het subtropisch zwembad. En die ene dochter zegt van... Mama, dat zal niet gaan. En mama vraagt... Oh, waarom zal dat niet gaan? Ik ben dan ongesteld. En ik zwem niet graag als ik ongesteld ben. En mama krabt even in haar haar en die denkt van... God ja... Als dat zo is, dan moet ik dat toch maar respecteren. Maar dan valt daar de Frank en die zegt van... Ja, maar je bent vorige week nog maar ongesteld geweest. Dan moeten we naar de dokter gaan. Ofwel gaan we naar de dokter, ofwel gaan we naar het subtropisch zwembad. He? Dat is een van die vele situaties waarbij de kinderen en hun ouders in conflict komen. Maar eigenlijk, ja, ik wil ook tonen dat het... Ja, het is wel een zeer vervelende situatie dat je als kind niet mee wil in het verhaal van je ouder... Om nieuw gezin te starten. Maar het leidt ook tot ongelooflijke humor. En helemaal naar het einde toe ontdekken die kinderen ook wel van... op het moment dat ze dan moeten elkaar zien... van eigenlijk hebben wij een gemeenschappelijk doel. En misschien zijn we wel eigenlijk beter bij elkaar betrokken... Dan we op het eerste moment dachten. En misschien moeten we gewoon samenspannen om dat hier allemaal te bereiken. Maar uiteindelijk gebeurt er helemaal het omgekeerde van wat je zou verwachten. Zonder veel nog te vertellen van de clue, die ja. Ezel is wel belangrijk. Ja, ezels zijn sowieso belangrijk, Chris. Een ezel... Als ervaringsdeskundige ja, weten wij dat. Hè. Absoluut. Ik zei dat net tegen Joris, maar hij gelooft me niet. Of hij denkt er anders over. Maar ik probeer een ezel te zijn, want een ezel is een voorbeeldig mens. Hè. En ik heb dat geleerd van Teun de Winter. Teun de Winter is een man die 6 ezels heeft, die woont op Texel. En ik heb die jaren geleden door toeval mogen interviewen. En we hadden toen nog zelf geen ezels, maar die man was heel erg met ezels bezig. Hij had een ezelvereniging. Hij verbroederde ook met Kuurne, de ezelgemeente. Hij had een ezeltijdschrift, de ezelgedachte, heeft een ezelvereniging. En zijn leuze was, een ezel is een voorbeeldig mens, want de mensen zouden allemaal veel beter de goede eigenschappen, en een ezel heeft er eigenlijk alleen maar goede, de eigenschappen van een ezel moeten hebben. Trouw, vriendelijk, werkzaam, behulpzaam, aandacht geven, noem maar op. En noem maar een goede eigenschap en een ezel heeft die. Een ezel is niet koppig, voor alle duidelijkheid. Een ezel is niet dom, is veel slimmer dan een paard. En we hebben ondertussen ook 2 ezels, we weten daar echt wel alles van. Ze staan hier al 12 jaar bij ons. En die ezels, ja, die jongens van Alberic, die hebben elk een ezel. Hè? En dat leidt ook weer tot hilarische situaties, vooral omdat mensen een heel eigenaardig en verkeerd beeld hebben van ezels. Enfin, ik heb van Teun de Winter toen op Texel
heel veel geleerd over ezels. En ik heb die man, ik heb van die man de titel, want hij heeft eigenlijk die slogan een ezel is een voorbeeldig mens bedacht. En ik heb op aanraden van de uitgeefster, Marita Vermeulen van de Eenhoorn, heb ik hem gevraagd om dat als titel te mogen gebruiken voor dat boek. Want ik had eigenlijk geen titel voor mijn boek. Bij Burenboel bijvoorbeeld, wat hij daarnet zei, daar had ik de titel al voordat ik het boek schreef. En hier had ik het boek en ik had geen titel. En dat zinnetje komt voor in het boek. Hè? En Marita vond dat eigenlijk de beste titel. En ik heb dat toen gevraagd aan Teun of ik zijn zin mocht gebruiken. Hij voelde zich vereerd. Och ja, nee. Maar ik ben wel content met de titel. Ik heb nog één korte vraag voor jou, Frank. Ik weet uit ervaring, als jij bij kinderen in de klassen, vijfde, zesde leerjaar, begint secundair, komt praten, dat er achteraf heel veel respons is naar de bibliotheken, naar de boekhandel. Kan jij ons nog eens heel kort vertellen, als jij een sleutel hebt ergens in je handen, hoe trigger je kinderen naar boeken? Hoe probeer jij dat te doen als schrijver of gewoon als mens? Ja, weet je, dat laatste is wel belangrijk. Ik ben wie dat ik ben en ik verstop dat ook niet. Ik ben in 2017 geweldig tegen de muur gepletst. Ik heb een burn-out gehad van hier tot in Tokio en terug. Ik vertel daar ook over. Heel kort, en ik probeer die kinderen niet te belasten, maar ik vertel hen dat wel. Als ik plezier vind in het schrijven, dan vertel ik dat wel. Als dat niet gaat, ik heb aan dat ezelboek 3 jaar gewerkt. Dat heeft mij bloed, zweet en tranen gekost. Ik vertel dat ook gewoon. En ik denk dat mijn eerlijkheid, dat die wel aankomt bij de kinderen. Dat die wel het verschil weten tussen iemand die een lesje staat op te dreunen of iets fake staat te vertellen. En wat ik vertel, is dat een verdienste? Nee, dat is gewoon mijn ingesteldheid. Ik ben een eerlijke mens, ik probeer dat ook altijd te zijn. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar ik denk dat kinderen dat ook wel begrijpen, dat die dat wel opvangen. Van die man is authentiek, die is wie hij is. En hij wint daar ook geen doekjes om. En als ik vind dat iets grote shit is, dan zeg ik ook niet dat dat heel vervelend is. Dan zeg ik gewoon dat dat grote shit is. En dat is ook zo. Shit is trouwens de hond, de burenboel. Dus dat woord shit komt al lang voor in mijn woord. Frank, Ik ben het ongelooflijk blij dat ik zo'n fantastische edelmens als jou ken en eens eventjes mocht ontmoeten weer vandaag hier via dit medium. Ja, dankjewel Chris. Ik vond het fijn dat je mij uitgenodigd hebt. Echt waar. Joris, het spectrum terug aan jou dan. Ja, nee, ik had nog een vraagje voor Frank. Het is niet zozeer een kinderboek, of wel? Als ik jou bezig hoor, Frank, dan heb ik de indruk dat je dat mensen die met samengestelde gezinnen of plannen hebben om een samengesteld gezin te worden, dat die eigenlijk wel eens dat boek zouden moeten lezen. Ja, dat zouden hun kinderen waarschijnlijk niet zo fijn vinden, want alle trucken staan erin beschreven. Ja, des te meer wellicht, des te meer. Maar kijk, het is daarnet ook eventjes aangehaald, hè, door Langenus. Ik zeg niet dat ik goede kinderboeken schrijf, ik zeg alleen, een goed kinderboek kan ook gesmaakt worden door volwassenen. Ik lees bijvoorbeeld, en ik weet van Chris hetzelfde, hè, ik lees liever kinderboeken dan volwassenboeken. In volwassenboeken wordt altijd heel ernstig gedaan, veel geleuterd, het gaat heel graag. Ik wil graag actie, ik wil humor, ik wil dingen beleven in een boek. En ik wil dat ook meegeven aan de kinderen en ik lees dat ook zelf het liefst. Is dat dan voor kinderen of voor volwassenen? Je m'en fout, hè. In principe schrijf ik voor 10, 12, 13-jarigen. Met Monique meestal zo voor 12, 13-jarigen. Willen volwassenen dat lezen? Bijvoorbeeld van het boek Ik mis je mams. Heel veel volwassenen hebben dat boek gelezen en hebben daarop gereageerd. Daar hebben we duidelijk een heel gevoelige snaar geraakt over kinderen krijgen en kinderen die gewenst en niet gewenst zijn. Dat heeft bij veel mensen toch iets losgemaakt. Zowel bij kinderen als bij volwassenen. Absoluut. Ik kan daar toch alleen maar gelukkig om zijn. Goed, oh, fijn. Geweldig. Fijn dat je erbij was, Frank. Dankjewel, ik vond het echt Chris. Geweldig, Chris. Dank. Jij ook bedankt. We zien jou graag over 3 weken terug. Als dat enigszins mogelijk is. En dan, als je nog gasten hebt, breng ze gerust mee. Hoe meer, hoe liever. Oké? Okay? Goed, ik wens jullie allemaal nog succes. Dag, groetjes. Dag. Goed, we zijn over tijd aan het gaan, onvoorstelbaar. Maar goed, ik wil toch nog even erbij zeggen of dat van
Mark Perneel, want er zijn mensen die er misschien ook nog op wachten, hebben dus dat interview gehad met Mark Perneel. En dat laat ik je nou zien. Strakjes heb ik nog een mededeling te doen, belangrijke mededeling te doen, dus blijf kijken. Groetjes. Hallo, ik ben Mark Perneel en ik heb een boek geschreven. We ontmoeten auteur Mark Perneel in Schoten, een landelijke gemeente ten noordoosten van Antwerpen. Het is er aangenaam toeven tussen de vele parken met hun prachtige kastelen en de wondermooie Schotenvaart. Niets laat echter vermoeden dat dit het decor is van de spannende thriller Opsporingsteam Schoten. Maar wie is Mark Perneel? Een Bruggeling, ga ik zeggen. Maar ik woon sinds 85 in Schoten. Dus geïntegreerd in Schoten wel. Van opleiding ben ik psychotherapeut. Heb ik ook toch een 20-tal jaar gedaan. Nadien ben ik overgestapt naar coaching. Begeleiden van mensen tijdens hun loopbaan, ook mensen begeleid na ontslag. Rond mijn 60ste ben ik gaan afbouwen en dan ontstond er wat vrije tijd. En dan zijn mijn activiteiten van begeleiden eigenlijk een beetje overgegaan naar creëren, naar verhalen creëren. En zo is mijn eerste boek ontstaan en dan het tweede boek. Mensen boeien. Nu nog, mensen boeien mij. En eigenlijk is het mooi van mensen graag te zien. Mensen zijn een rijkdom. Dus dankzij mijn opleiding, ook wat ik als kind heb meegemaakt, ga ik ervan uit dat we niet gelijk zijn aan elkaar, maar wel evenwaardig. En ja, dat is zo'n beetje een lijfspreuk. Ik heb er verschillende, hè, maar we zijn evenwaardig. En dat probeer ik mee te geven in gesprekken, maar ook in mijn verhalen eigenlijk. Komt wel naar boven, ja. Ja. Tussen de lijntjes staat er ook wel wat. Ja. De interactie tussen mensen. Hoe reageren mensen ten opzichte van elkaar? Welke rugzak hebben ze? Hoe komt het dat iemand tot een bepaalde reactie komt of een bepaalde uitspraak? Ik ben dankbaar met mijn professioneel verleden om dat dan een beetje in mijn boek te kunnen gebruiken, zeker. Ja. Ja. Opsporingsteam Schoten is een lijvig boek geworden van 615 bladzijden. Waarover gaat het? Het zijn fictieve verhalen, hè? Sowieso, maar de verhalen zijn ook wel een keer gelezen geweest of doorgenomen geweest door mensen van de politie. Hè? En die dus echt zeggen, ja, het zou kunnen, hè? Het zouden echte verhalen kunnen zijn. Nu is het wel zo, het eerste verhaal, dat is een banale moord, gaan we zeggen. Maar eigenlijk, als het opsporingsteam daar verder aan werkt, zit daar een totaal andere plot achter. Dan komen we eigenlijk in aanraking met de Albanese maffia. En daar heb ik jammer genoeg wel wat ervaring in. Want nadat ik psychotherapeut ben geweest, heb ik de leiding gehad door een bedrijf. Dat was geïnfiltreerd van de Albanese maffia. Dus wat ik vertel over de Albanese maffia is niet fictief. Die mensen gebruiken die trucken, of wat ik in het boek schrijf, dat zijn trucken die ze gebruiken. Dat is wel reëel. Het is in een andere context en zo. Dat eerste verhaal, dat is eigenlijk, ja, ik zeg het, een banale moord, maar wat steekt daarachter? Echt diepgaande intriges van de Albanese maffia. En waar de ploeg van het opsporingsteam eigenlijk zeer zwaar geïntimideerd wordt. Tot zelf in de privésfeer toe. Wat het verhaal ook boeiend maakt, omdat je je afvraagt, waar eindigt dat? Heb je medewerking gekregen van de politie van Schoten? Nee. Wat ik wel heb gedaan, ik ben met mijn stoute schoenen naar het commissariaat geweest in Schoten. Ik heb daar gezegd, van kijk, ik wil een boek schrijven of ik wil een verhaal schrijven.
Maar ik wil toch wel een keer, het speelt zich af in Schotland, ik wil toch wel een keer zien hoe het kantoor eruit ziet. Hè. En dan heb ik een rondleiding gekregen in de afdeling van de recherche, de vergadertafel, waar de mensen individueel werk doen, en ook de cellen heb ik kunnen bekijken, de parking en zo. Dus dat heeft mij een beetje een beeld gegeven. En ook dat komt wel in de verhalen voor. De vergadertafel is een cruciale plaats waar veel overleg wordt gepleegd. Maar om nu te zeggen van kijk, die mensen hebben mij tips gegeven van dat is er gebeurd of dat is een waarbeurt, weet ik, dat niet. De commissaris die mij ontvangen heeft, heeft dus wel gezegd van kijk, we hebben een team en daar staat dus een commissaris aan het hoofd, maar die moet natuurlijk, moet ik het zeggen, de bevelen, dat is niet het juiste woord, maar de richtlijnen volgen van de onderzoeksrechter, dat wel, maar ik zeg het nog een keer, het is fictief, hè? Maar het zou allemaal kunnen waar geweest zijn. In jouw boek komen een verscheidenheid aan personages voor. Kan je ons wat meer over hen vertellen? Het zijn vier aparte verhalen, maar er is een rode draad. En dat is eigenlijk het liefdesleven van Vicky, die er zeer goed is afgebeeld. Vicky heeft een goede relatie met een hele brave man, maar eigenlijk komt ze daar niet mee toe. En dan begint ze eigenlijk een affaire met een collega en dat schijnt eigenlijk niet goed te lopen. En naarmate dat het liefdesleven op en neer gaat, gaat ook haar efficiëntie als speurder ook op en neer. De commissaris is eerder een zakelijke man die een zeer goede dossierkennis heeft, maar ook mensenkennis. Die meer ziet dan dat hij eigenlijk ook zegt en die richtlijnen heeft. Dan hebben we Lucas, die later de commissaris gaat opvolgen, omdat de commissaris ziek wordt. En Lucas is ook zo nogal rechtlijnig, maar hij durft in zijn eigen voordeel al een keer afwijken van de rechte lijn. Niks onwettigs, maar wel doortastend als het gaat om een keer wraak te nemen. Op iemand die hem vroeger heeft tegengewerkt. Nathan is eigenlijk een speurder vanuit namen, ook met een Franstalig accent. Nathan heeft ook wel wat mensenkennis, is zeer professioneel. En dan, nagelang het verhaal, zijn de stagiairs. Hè. Dan is er, ik denk nu bijvoorbeeld aan Pia. Pia is een grote streuse vrouw, is lesbische. Ze noemt Pia Loem. En draait die naam niet om, want dan een Lumpia. Hè. Mm. En dat is ene keer, hè, de eerste dag dat ze zich voorstelde, Lucas en Nathan, hè, die waren daarover aan zeveren. En binnen de kortste keer lag er een van die twee op de grond, hè, mm. door die vrouw. Maar wel iemand met een warm hart, net zoals als Vicky, want die vinden ook elkaar, die steunen elkaar. Een beetje verder in een ander verhaal hebben we dan Krimi. Krimi is, die schept op met zijn vader, die kabinetchef was bij het minister van Justitie. En die denkt dat een hut van hut is, die gigantische blunders maakt, die dan zeer zwaar wordt getackeld eigenlijk. En die dan tot inzicht komt en tot eigenlijk zijn ware aard naar boven komt en die ook een zeer correcte speurder wordt eigenlijk. Dus je hebt een vast team. Ze kennen elkaar goed. Ze hebben veel respect voor de commissaris voor zijn medewerkers, dat loopt gesmeerd. Ze steunen elkaar zeker wanneer dat ze onder druk staan van de Albanese maffia. En dan heb je per verhaal eigenlijk een stagiair die wat andere kleur brengt, een andere aanpak, die soms nieuwe inzichten bijbrengt in een onderzoek. Als we het boekomslag bekijken, dan komt er heel wat actie in jouw boek voor. Is het gewelddadig? Nee, nee. De politie schiet niet.
Het eerste verhaal, Moord en de Redder Walter van Averlaan, eindigt wel in een serieuze schietpartij. Wat een oplossing is voor de politie, omdat door die schietpartij wordt er eigenlijk veel opgeruimd. Hè? Maar voor de rest wordt er eigenlijk niet geschoten. Nee, het is speurderswerk, het is niet gewelddadig. Nee, ze zijn altijd wel gewapend, hè? Vandaar ook de revolver op de kaft, op de cover. Maar er wordt niet geschoten. Het boekomslag is heel opvallend en werd gerealiseerd door Marides Designs. Hoe ervaar jij het? De eerste keer dat ik dat zag, dacht ik van wauw. En ik ben niet alleen met die reactie. Hè. Ik heb dat naar een aantal mensen doorgestuurd. En mijn reactie is eigenlijk, als de inhoud even goed wordt gevonden als de kaft, dan hebben we een bestseller. En kijk, als je dat nu ziet, hè, die blik van die vrouw, van die man die klaarstaat. Je ziet dat die vrouw met die zaklamp die naar een deur gaat. Het kasteel van Schoten zie je. Ja, dat intrigeert. Als je het kaft ziet, wil je het verhaal lezen, zou ik zeggen. Ik vind het een pracht van een ontwerp. Ja. Opsporingsteam Schoten. Uiteraard verkrijgbaar in haast elke boekhandel en tijdschriftenwinkel in Schoten, bij de erkende Storyland boekhandels en 2500 andere boekhandels en online winkels. Voilà, opsporingsteam Schoten. En als Chris is er nog bij, mag ik jou er nog even bij vragen, Chris? Want het boek Opsporingsteam Schoten is nog altijd onderwerp van als prijs bij een bepaalde prijsvraag, waar we nog altijd geen antwoord op weten. Wie is dit? Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Maar we hadden al een aantal tips, hè, Joris. We zitten al in Letland, in Riga. In de Baltische Staten. Voilà, aan de mooie bibliotheek van Riga. De rivier stroomt landinwaarts en ongeveer halverwege het landschap. Daar is hij geboren, maar wel in 1879. Kijk eens aan. Een verzetstrijder tegen de Russische bezetting. Iemand die heel veel boeken heeft geschreven en hele toffe poëzie geschreven. Goed, en we zoeken de naam. Opzoeken maar. Mail de naam naar jullie of naar ons. Ja. En dan kan je het boek Opsporingsteam Schoten winnen. Voilà. Sturen naar tv@storyland.be. Dat is niet moeilijk. tv@storyland.be. En let ze schrijven. En let ze schrijven, voilà. En let ze schrijven. Goed. Chris, tot volgende week. Tot over 3 weken. Ik ben heel blij. 3 weken. Tot over 3 weken. En dan zien we jou terug. En dan bekijken we wel wat de resultaten daarvan zijn. Maar ik heb nog een belangrijke mededeling. Ik ga jou er terug even uitlaten. Dag. Voilà. Zo, Storyland TV voor deze week. Die zit er weer op. Je krijgt zo meteen nog even de boektrailer van de week. Maar voordat ik die start, toch nog even een belangrijke mededeling. Dat had ik beloofd, een belangrijke mededeling. Het nieuwe boekenmagazine is uit. Dit is niet het nieuwe, dit is het oude, maar het is boekenmagazine. Daarover gaat het. Dat is een prachtig tijdschrift voor elke boekenliefhebber. Een must voor elke boekenliefhebber. Eigenlijk ook een must voor elke boekhandelaar. Omdat er echt heel wat informatie over nieuwe boeken die uitgekomen zijn, in staat. En naar aanleiding van het nieuwe boekenmagazine, dat denk ik vanaf vandaag of zo, of vanaf morgen in de boekhandel ligt, hebben we volgende week als gast Koen van Wichelen. Koen van Wichelen van Boekenmagazine. En we geven dan ook een abonnement op dit prachtige magazine gratis weg. Dus volgende week, als je kijkt, kan je kans maken op een gratis abonnement op Boekenmagazine. Kijken is dus de boodschap. Bedankt voor vanavond te kijken. Ik zie jullie graag volgende week terug. Hier is nog de trailer van de week. En zoals vorige week onze gast Chris de Laat, is dat met het verloren meisje.
tot volgende keer. Dag. Jesse de Rover is commissaris moordzaken te Antwerpen. Ze is ernstig ziek geweest en beslist om op cruise te gaan in de Middellandse Zee. Daar wordt ze verplicht haar werk als commissaris sneller op te nemen dan voorzien. Er blijkt een verband te zijn tussen de moorden en intriges op het schip en Antwerpen. Wat is er vroeger gebeurd en wie is het verloren gewaande meisje? Het verloren meisje is een misdaadroman dat zich deels afspeelt op een cruiseschip in de Middellandse Zee en deels in Antwerpen. Daardoor kon Chris de Laat op een meesterlijke wijze het down-to-earth en iets wat exotische gevoel combineren in een boek dat de lezer niet loslaat. Actie, spanning en intriges in Zuiderse decors en met diep menselijke gevoelens. Het verloren meisje van Chris de Laat is een boek dat je gelezen moet hebben. Nu verkrijgbaar in de boekhandel en online.